don't wanna talk about us. Gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Oh. Mais ou menos. Nee. Ooit al eens een blauwtje opgelopen. Maar ja, tuurlijk, hè, vaak zelfs. Jij niet? Wel, nee. Jens was mijn eerste lief, dus nee, eigenlijk niet. Je zei was, je spreekt al in de verleden tijd. Ja, nee, is mijn eerste lief. Allee, ja, we zien wel. Ja. Maar het is aan mij. Waarheid durven of doen? Doen. Oké. Okay. Kus iemand hier in de kamer op de mond. Oké, rare doenvraag. Allee, ja, ik zie dat ik zoveel keuze heb. Maar je kunt naar de keuken gaan. Of je kunt mij kussen. Ja. Ja. Wat is dat hier allemaal? Ach, Clarice, dat was echt niet grappig. Is daarom dat je ruzie hebt met Jens? Nee, helemaal niet. Dat was die haar doenvraag en nu begint hij allemaal op mij te steken. Oh, voor een bitchie zijn eigenlijk? Ja, Clarice, je moet wel niet zo snel je conclusies trekken, hè? Hoezo niet? Ja, als ik het zo hoor, heeft hij precies een crush op u. Maar hij kent toch niet, die is toch niet... Lesbisch? Jawel, dat is toch niet raar, dat kan toch? Ik vind het maar een rare manier heeft om dat te tonen, zo. Ja, maar ja, die schaamt zich gewoon omdat ik hier toevallig binnenkwam. Die durft dat gewoon nog niet toegeven. Hallo, kus. Is er iets gebeurd? Nee. Wat toch? Maar jawel. Oh, lekker hot dog. Smakelijk, iedereen. Smakelijk. Yummy. Amai, krijg je maar niet genoeg van Vloglab? Klik dan hier voor meer. En als je wilt weten komen wat er nog allemaal gaat gebeuren met de vloggers en of de relaties goed komen, zeker klikken dan. Klik, klik, klik.